Laat ik beginnen met u namens het team van SRC een heel goed en gezond 2023 te wensen. In deze aflevering van het SRC TV Magazine blikken we terug op 2022. We beginnen met een bijzonder initiatief op de eerste dag van het jaar in de gemeente Vijfheerenlanden. Veel kijkplezier! Wie op nieuwjaarsdag Vijfheerenlanden binnenrijdt, merkt dat er op de plaatsnaamborden iets is veranderd. Sjaak Versluis weet er meer van. We gaan weer lekker stickeren. Nou, we hebben goed nieuws voor alle inwonertjes van de gemeente Vijfheerenlanden. Want vanaf vandaag gaat RTV Koe op Zolder gaan we officieel van start. Uiteraard zijn we heel benieuwd wat Koe op Zolder precies inhoudt. Wij zijn een televisiestation en we proberen een beetje vanaf morgen meer kijkers te trekken als SRC. Daar beginnen we eigenlijk vanaf vandaag. Ja. En we denken dat we volgend jaar eens een beetje, wat zouden we aantikken joh. CNN, Al Jazeera of iets in die kant uit. Ik denk wel of niet. Daar gaan we wel vanuit, ja. Maar iedereen is meer lokaal gericht. Ja, toch wel. Dus op de lokale zin van de onzin van het leven. De onzin is de zin van het leven. We gaan er ongetwijfeld nog meer van horen en zien. RTV Koe op Zolder vind je op www.rtvkoeopzolder.nl. Het heeft even geduurd, maar nu heeft ook de gemeente West-Betuwe een nieuwe ambtsketen. De ketting is ontworpen en vervaardigd door Mariska Timmer. De schakels zijn gemaakt van afdrukken die we hebben gemaakt van een boom uit elke kern. We hebben uit elke kern één boom geselecteerd. En daar hebben we van de bast een afdruk gemaakt en een blaadje meegenomen. En de schakel is dus echt een stukje van die bast met op de achterkant de nerven van het blad gegraveerd met de plaatsnaam. De bast die dus gebruikt is voor de schakels beschermen de boom en ons burgemeester. Behoort de gemeente te beschermen. De blaadjes die staan voor de bevolking. Burgemeester Stoop keek reikhalzend uit naar de nieuwe ambtsketen. Het is natuurlijk de eerste ambtsketen van de nieuwe gemeente West-Betuwe. En ik heb van andere gemeenten al gezien die op dezelfde datum ontstaan zijn, dat die al langer een ambtsketen hebben. Dus ik keek er echt met verlangen naar uit dat de gemeente West-Betuwe ook een nieuwe ambtsketen zou hebben. Nou, de kunstenaar die heeft gezocht naar de specifieke kenmerken van de gemeente. En daar springt natuurlijk fruitteelt daar onder andere uit. Maar ook de loop van de rivieren die de gemeente begrenzen, zoals de Waal en de Linge. En alles wat daarbinnen is samengebracht. En de schakels die laten ook zien dat onze gemeente uit veel kernen bestaat. Uit 24 dorpen en 2 stadjes. En dat komt ook tot uitdrukking in de ambtsketen. Op een hele specifieke manier. Een van de meest in het oog springende, als je het althans op mijn rug kijkt, is het rugstuk waarin de contouren van de gemeente zijn verbeeld. Aan de voorkant zie je natuurlijk de loop van de Linge. Het gemeentewapen en aan de andere kant het rijkswapen, dat zijn de drie dingen die er voor mij een beetje uitspringen. En in het gemeentewapen, daar is destijds natuurlijk ook goed over nagedacht, daar komt het allemaal wel een beetje samen. En dat is dan een eenheid als het ware met de loop van de rivier. Het heeft wat voeten in de aarde gehad, maar uiteindelijk is er een sporthal in Maurik. Vrijdag 23 september werd de sporthal feestelijk geopend door wethouder Karel Meijer. Nou ja, kijk, als ik alleen kijk naar het proces zoals ik het heb begeleid, dan ben ik daar heel tevreden over. Dan was het niet makkelijk, maar ik kan wel met een heel tevreden gevoel terugkijken. Ja. De tekening geeft de plattegrond weer, hè? Dus, want het is natuurlijk niet meer dan een eenvoudig gebouw. Maar als je dan de binnenruimte ziet, je ziet de kleuren en je ziet de functionaliteit, ja, dan ben ik onder de indruk. Dan
zie ik toch een hele mooie hal staan. De bouw is dankzij een zeer voortvarende aannemer en een hele goede projectbegeleiding is de bouw binnen het budget gebleven en ook binnen de tijd gebleven. En dat is denk ik op dit moment een enorme prestatie. Ook de wethouder van onder andere sport en cultuur was onder de indruk van de nieuwe sportfaciliteit voor de gemeente. Ik ben al een aantal keer binnenwezen kijken, dus ik heb het proces van wording van heel dichtbij kunnen bekijken. Ja, het is echt super geworden. Het is echt een plek waar heel veel mensen hun sporthart helemaal uit kunnen leven. De eerste reacties van de gebruikers van de hal waren positief. Ik ben samen met collega Meijer alwezen kijken bij een van de eerste gymlessen. Ja, die kinderen vonden het helemaal fantastisch om weer helemaal los te kunnen gaan in de sporthal. En de faciliteiten zijn ook meteen goed gebruikt, dus dat is mooi om te zien. De sporthal is gebouwd voor alle inwoners van de gemeente Buren. Nou ja, het is een sporthal waar sportverenigingen dus ruimte kunnen huren. Er zijn al een aantal sportverenigingen die al aangesloten zijn, maar er is nog ruimte voor meer sportverenigingen. De scholen kunnen hier gymmen, sportclub Julien zit hier natuurlijk ook. Dus ja, dit is een plek waar je echt op heel veel manieren sportief bezig kunt zijn. Thank you.
Vrijdagmiddag 16 september nam wethouder Teus Meidam in Leerdam de eerste donering in gebruik. Een donering, dat is een, wat u hier achter me ziet, hè? Dat is een apparaatje waar je de lege flessen in kan zetten. Met name de kleine lege flesjes die nu nog in de vuilnisbak belanden, voor heel vaak. En die kan iedereen daarin zetten. Nu zien we dat ze verdwijnen in de vuilnisbak en dus terechtkomen in het milieu en gewoon in de vuilnisbak weggaan. En nu kunnen ze mogelijkerwijs door iemand die het wel nodig heeft meegenomen worden en in de winkel gebracht worden. In de binnenstad van Leerdam zijn er nu diverse afvalbakken voorzien van de knalgele ring. We willen allemaal plastic opgeruimd hebben en met dit heb je er een tandje extra bij om het te doen. Op het ijsbaanterrein bij Sportpark Het Bos in Lexmond was 23 juli een bokkenkeuring. Voor deze bokkenkeuring waren 83 bokken afkomstig uit heel Nederland aangemeld. De bokken worden per ras en per leeftijdscategorie beoordeeld, geplaatst en besproken door twee keurmeesters. Ik denk dat we vandaag weer een mooie bokkenkeuring hebben kunnen organiseren. Mede dankzij u als inzender. Blij dat u weer dieren hier ingezonden heeft. En ik ben er zeker van dat we met elkaar weer een fantastische keuring gaan beleven. We hebben het weer super mee vandaag, dus daar zal ik zeker niet aan liggen. Dat er nog wel wat komt kijken bij zo'n keuring, weet ook keurmeester Simon de Pauw. Je bent keurmeester. Ja. Wat doet een keurmeester? Ja, de bokkeuren, dat begrijp ik. Maar verder, wat is de bedoeling van een bokkeuring? Nou, een keurmeester worden, dat is... je moet van geiten houden en bokken. En dat is al 50 jaar mijn hobby eigenlijk. En wat doet een keurmeester? Een keurmeester die kijkt... naar een aantal bokken die hier dan in de ring komen. Dus stel dat er 5 bokken zijn. En die moet je proberen te plaatsen op kwaliteit. Dus de beste zet je voorop en dan de volgende. Maar je moet van elke bok moet je een leuk verhaal vertellen natuurlijk. Want dat mensen die achteraan staan, dat er ook nog pluspunten aan zo'n bok zijn. Ja. En waarom wordt een bokkenkeuring gedaan? Een bokkenkeuring dat is toch van iedereen heb geiten. En een bok hoort er natuurlijk bij. En dan willen ze toch kijken van, nou, welke geit past nou het beste bij die bok? En dat je daar weer een jong geitje en een jong bokkie uit kan fokken. En dan willen ze op een bokkenkeuring kijken van, nou, hoe ziet die bok eruit? En het is natuurlijk ook een heel leuke bijeenkomst met geitenhouders en geitenfokkers onder elkaar. Het is ook een sociaal aspect. Ja, ook een sociaal. Dus er is wel, er komt uiteindelijk één winnaar uit, denk ik. Ja, ja, en hoe belangrijk is het om dan zo'n winnende bok te hebben? Nou, dan kunnen er heel wat geiten bij die bok komen om gedekt te worden. Ja.
En opbrengsten. Je betaalt wel wat dekgeld en zo, maar dat is ook niet zoveel. Maar het is gewoon leuk dat jouw bok kampioen wordt. En dat er dan geiten bij die bok komen om gedekt te worden. Ja. Kan je het ook een beetje zien als een soort van Mr. Verkiezing? Hè? Ja. Mijn geit is, of mijn bok is de beste. Ja. Zoiets is het wel. Ja. Ja. Heb je nog een opleiding gedaan om dit te gaan doen? Nou, je moet heel veel keuringen meelopen. Dus meelopen en dan eerst aspirant. En dan doe je een keertje examen. En als je daar slaagt, dan... dan ben je keurmeester. Ja, ja. Dan ben ik nou al 30 jaar of zo. Ja, er zijn dus ook wel criteria aan voor. Ja. En wat voor criteria zijn dat dan? Nou, we kijken naar de bok of ze allemaal goed zijn. Soms hebben ze wel eens een varkensbek of een snoekerbed. Dus dat die kaken niet helemaal sluiten. Dat kan je heel slecht zien. Maar dan worden ze gewoon niet opgenomen in het stamboek. Op die manier. Ze worden ook opgenomen zometeen. Sommige bokken die worden dan gemeten. En die krijgen een rapportje, met allemaal cijfers. En als dat niet klopt, dan... dan worden ze afgekeurd. Ja. Maar de meeste bokken worden wel goedgekeurd. Ja. Ja. En om deel te nemen, zijn er dan ook nog dingen verplicht? Moet een bok gevaccineerd zijn? Gezond, neem ik aan? Ja, de bokken moeten gezond zijn. Ze moeten thuis eerst gekeurd worden door de dierenarts. Of ze er goed en gezond uitzien. Dat ze geen schurft hebben of zoiets. En ze worden ook één keer voor de Q-koorts ingeënt. Nou, als dat allemaal goed is, dan mogen ze op de bokkeuring komen. Ja. Ja. Dankjewel. Ja. Zou je eigenlijk met je bok naar een keuring gaan? Nou, ik denk dat het een stukje traditie is. Je moet eigenlijk beginnen met de bron. Je hebt geiten. En om met geiten te kunnen fokken of vermeerderen, heb je een bok nodig. Dat kan een bok zijn van een andere, een collega-houder. Maar gezien destijds voor de dierziekten zo zijn steeds meer mensen zelf bokken gaan houden. En ook met verschillende bloedgroepen. En om die dieren te kunnen inzetten op door jouzelf geselecteerde dieren, ga je naar een keuring. Bij een keuring krijg je en een waardering, zeg maar, in de ring. En daarna kun je ook het dier aanbieden aan een inspecteur. En dan krijg je, zeg maar, lineair gewoon de punten van kop tot teen. Ja. Dus dat is de reden waarom je naar een bokkeuring gaat, als je gaat. Vanaf welke leeftijd mogen de bokjes hier eigenlijk gekeurd worden? De nieuwe regelingen binnen de RVO, die zijn dat een dier minimaal 6 weken moet zijn, wil je hem verplaatsen naar een tentoonstelling of een keuring. Dat is het bokje precies vandaag. Ik heb hem toen opgegeven, ook met die verstande dat ik wist dat hij 6 weken zou zijn. En ja, dat zie je bijna nooit, maar goed, ik denk, laat ik een keer iets ludieks doen. Ik breng ook een jong lam mee. Die kan nog niet geïnspecteerd worden met de lineaire schoren, want dan moeten ze minimaal 4 maanden zijn. We hebben 5 boklammeren, wat een onregelmatige rubriek. Signaalgever nummer 11 staat op nummer 1, 12, 13, 10 en 8. Dat is de volgorde van plaatsing. Een kop
nummer 11. Goed ontwikkelde bok. Met mooi graf beenwerk. Er zit ook een hele mooie bovenlijn in. Ja, dan word je derde geplaatst. Vroeger kreeg je altijd primering. Bijvoorbeeld, dan zei ze de eerste twee dieren zijn, noem maar iets, de eerste premie waardig, de tweede en de derde en de vierde zijn tweede premie waardig. En dan werd daar uitgelegd waarom die andere eerst. Maar de premies hebben ze eigenlijk losgelaten. En nu is de plaatsing 1, 2, 3. Die twee broers, nou, die stonden voorop. Er waren twee volle broers. Iets meer type. Maar ik zei wel, ik heb wel de beste bruinbonten in de rubriek. Dus dat was ook de enige. Maar dan heb je ook de beste in die kleurslag. Op 34 op de tweede plek te zetten en 35 op de derde plek. Waren er stamboekinspecteurs aanwezig om de bokken voorlopig of definitief in het stamboek op te nemen. In Maurik worden op een terrein aan de Achthonstraat ongeveer 38 chalets klaargemaakt om 180 Oekraïense vluchtelingen op te vangen. Omdat de gedachte van de veiligheidsregio en Den Haag is, dit gaat niet een paar maanden duren. Het gaat ook niet, wat ons betreft, oneindig duren. Wij willen wel weten dat er ook een einddatum aan is. Dus wij hebben gezegd, als we mensen 2 jaar kunnen huisvesten, dan hebben we in die 2 jaar, mocht het nodig zijn, ook nog tijd om te kijken waar kunnen mensen hierna dan naartoe. Maar over 2 jaar houdt het hierop. Ook op andere plekken is gekeken naar de mogelijkheden voor de opvang. We hadden inderdaad ook het gemeentehuis, daar hebben we het ook over gehad. Hè? Het vleugel van het gemeentehuis aangeboden. Daarvan heeft de veiligheidsregio gezegd, dat gaat niet lukken. Die krijgen we niet goed verbouwd. En de mensen hebben hier veel meer privacy en eigen ruimte dan ze gehad zouden hebben in een gemeentehuis of in een school op een andere plek. Hè? Als je 1 gebouw verbouwt, dan moeten mensen badkamers delen, keukens delen. En hier heeft iedereen toch een beetje privé. Ook al is het wat dichter op elkaar, maar je hebt wel je eigen huisje. De inbreng van de omwonenden wordt als erg belangrijk ervaren. De omwonenden zijn uitgenodigd natuurlijk om hier te komen kijken en om hier ook in de toekomst, als ze dat willen, contact te maken. Daarachter is 1 woning. Die heeft te weinig privacy over. Daar gaan we het hek hoger maken en ook dichtzetten, zodat mensen toch hun eigen afgescheiden ruimte hebben. De burgemeester ziet de komst van de vluchtelingen met vertrouwen tegemoet. Nou, ik vind het fijn dat Maurik in staat is om dit te doen. Ik merk ook aan de mensen die hier geweest zijn dat ze de mensen uit Oekraïne willen verwelkomen. Dat ze er open voor staan. En natuurlijk hebben mensen ook zorg. Ze zeggen, hoe zal dat gaan? Ja, ik denk dat het goed gaat. En dat gaan we de komende weken met elkaar ook bezien, meemaken. We hebben ervoor gezorgd dat er altijd iemand hier is om te helpen, een beheerder voor het park. Dus als mensen iets hebben, kunnen ze hier ook altijd terecht met vragen. Dat geldt zowel voor de mensen die hier wonen als de omwonenden van de chalets.
Dus we gaan er met z'n allen alles aan doen om dit een goede tijd te maken. Als de vluchtelingen over 2 jaar weer vertrokken zijn, krijgen de chalets mogelijk een nieuwe bestemming, als bijvoorbeeld starterswoning. Het is echt de eerste keer dat ik zo'n paal sla. Ik heb ook werkelijk nog geen idee wat ik moet doen. Want ik dacht dat het echt slaan was met dat enorme heien. Maar ze doen dat hier op een andere manier. Dus dat ga ik ontdekken. Op 28 juni werd in de gemeente West-Betuwe in aanwezigheid van een flink aantal geïnteresseerden de eerste paal geslagen voor het nieuwe gemeentehuis. Voor wethouder De Geus een bijzondere gebeurtenis. Ja, dat is heel bijzonder. Zeker voor mij als wethouder. Dat is sowieso de eerste keer dat ik iets publiekelijks doe, zeg maar. En dan zo'n eerste paal voor onze hernieuwde gemeentehuis. Ik noem dat zelf, zeg maar, het huis van de democratie, wat we gaan bouwen. Dus dat maakt wel heel speciaal. Wethouder Jan de Geus, directeur Philip Bosman, Henk de Man, vicevoorzitter van de gemeenteraad, en Rob van Duren van aannemer Wam en van Duren gaven op papier wensen mee aan de eerste paal die de grond inging. Er zijn 2 dingen die ze van mij verwachten. A, dat ik niet over het budget heen ga, maar dat vindt de raad met name. En ik vind gewoon dat er een uitstekend, hypermodern, duurzaam en op de toekomst voorbereid gemeentehuis komt. Dat is mijn belangrijkste. De funderingspalen voor het gemeentehuis worden geboord. Dit boren gaat gepaard met minder trilling en geluid. Met een boor wordt grond verwijderd en daarna wordt een paal gestort in het ontstane gat. Hoe het ook went of keert, voor ieder gemeentehuis geldt dat de raadzaal is het mooiste. Dat wordt voorzien van alle gemakken die je maar kunt voorstellen, zodat het zo transparant en open mogelijk naar geluisterd en gekeken kan worden voor de mensen buiten. In december hoopt de aannemer klaar te zijn met de nieuwbouw van de raadzaal en publiekzaal. Op 22 april, de dag van de aarde, begon Henry Mentink vanuit het Veerhuis in Varik aan zijn bijzondere kruittocht, een pelgrimage voor de aarde. Henry loopt in 45 dagen met zijn kruiwagen vol grond naar het UNESCO-hoofdkantoor in Parijs, om daar op 7 juni 2022 de hele aarde op de werelderfgoedlijst te plaatsen. Ja, ik ben
op 4 juni bij de Notre Dame aangekomen. En dat heb ik uitgekozen omdat bij mij dat het beeld oproept van de Notre Dame die in brand gestaan heeft. Notre Dame, onze moeder. En niet veel langer, na een aantal dagen, waren er miljoenen beschikbaar om hem te repareren. En, maar hoe zit het met de aarde? Met moeder aarde? Die vraagt ook om geld geschonken te worden aan de aarde om hem weer te maken zoals hij altijd mooi is geweest. En ik zou dan graag ook de Notre Dame naast de aarde op mijn kruiwagen willen zetten en meenemen de wereld over voor de gedachte van laten we wat we verdiend hebben aan de aarde weer terugschenken. Telefoon, hoe die in zijn geheel werkt, is eigenlijk gebaseerd op principes die ook gebruikt worden door inheemse natuurvolken en waarin de boom eigenlijk de antenne van de aarde is. Even een speciaal moment, want we zetten Pindad uit. Ja! We zijn er.
hoop is dat het de start is van een denkproces hierover. En dat is het bij UNESCO. Bij UNESCO is het, wat speelt zich af tussen onze oren? Wat speelt zich af in onze gedachten? Hoe gaan wij om met vrede? En hoe gaan wij om met deze planeet? En hoe kunnen we dat tot in een eeuwige bestendigen? En daarvoor, denk ik, hebben we hier de eerste stap gezet. Er is veel te doen geweest in ons uitzendgebied. Op onze YouTube-pagina SRC-TV kunt u alle items terugkijken die in 2022 gemaakt zijn. Blijf vooral ook luisteren naar de collega's van de radio. Tot de volgende keer. Dag!